Het verzoek van Suriname om ex-minister Gilmore de Hoefdraad te plaatsen op de opsporingslijst van Interpol is afgewezen. De Times of Suriname bracht dit nieuws vandaag. Minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie bevestigde vanmorgen dat er inderdaad bericht is ontvangen van Interpol over deze kwestie. Inderdaad hebben we een statement ontvangen vanuit Interpol inderdaad naar het kantoor hier, het Interpol kantoor in Suriname. Maar dat stuk moeten we bestuderen eerst. Dus we kunnen geen uitspraken doen als zodanig. Interpol heeft haar statuten op grond waarvan ze zaken beoordelen. En dus wij gaan het nu bestuderen en dan komen we zeker wel met een statement. Is het mogelijk dat Interpol tot zo'n conclusie komt? Dus het hangt af van de statuten. Dus want als ze bijvoorbeeld een standpunt innemen, willen ze niet zeggen dat die persoon niet schuldig is. Dus laat me dat al zeggen. Maar het gaat om misschien de politieke lading van die case. Dus, maar we komen wel met een statement. De bewindsman ging ook in op de uitlatingen van parlementariër Edward Belfort, die aangaf dat de minister zijn werk niet goed doet. Dus er zijn vragen gesteld door in verband met de begrotingsbehandeling. Zijn er vragen gesteld, waaronder ook een van de vragen gesteld is aan meneer Belfort. Ik kom straks aan het woord, dan zal ik daar ook uitgebreid ingaan op onder andere ook zijn vragen. Want één ding was dat hij zegt, de criminaliteit neemt toe nog steeds. Kijk, dus ik heb het ook al aangegeven. Hè. Meestal zijn het ook de dark numbers. Maar we gaan niet ontkennen dat sedert deze, er is een nieuw management team nu. En u ziet ook de bewegingen. De politie is meer op straat. De politie is zichtbaar. Er wordt opgetreden. En dat hebben we nodig. In elk land, overal is er criminaliteit, toch? Het hangt natuurlijk van de mate en eventueel de ruwheid die wordt gebruikt. En dat schrikt mensen, toch? Dat blijft hangen. Dus dat hebben we niet nodig. Maar voor mij als minister, wat de verrichtingen van dit managementteam dat nu is aangesteld, het gaat de goede kant op. Hoefdraad stond vorig jaar juni in het signaleringssysteem van Interpol vanwege een red notice die was uitgevaardigd. Het opsporingsbevel was nog niet online te zien via de site van Interpol. Een zogenaamde red notice is een verzoek van een land om een gezocht persoon op te sporen en op te pakken.